voor oefeningen voor mensen met knieproblemen. Ik start met staande oefeningen en daarna zal ik nog een paar zittende oefeningen laten zien. Wat je gaat doen bij het staan is je begint op je gezonde been ga je staan met de knie een klein beetje gebogen. En je andere been ga je de knie heffen en je tikt weer aan. Dus je trekt de knie recht naar de buik en je tikt weer aan en je gaat de knie heffen en je tikt weer aan. Doe dit ongeveer een serie van 10. Wacht eventjes, weer een serie van 10 en doe dit zo 3 keer. Voor de volgende oefening, bij die andere oefening doe je het natuurlijk ook op je andere been. Je gaat weer op één been staan, maak je rug weer lang en je gaat je been zijwaarts bewegen en weer terug. Dus je been gaat opzij en weer terug. En opzij. En weer terug. Dit is voor de zijkant van je bovenbeen. Dus dit kun je voelen aan de kant waar het been geheven wordt. Maar ook in je andere been, omdat die de balans moet houden. Doe dit ook 10 keer en 3 series. Voor de volgende oefening draai ik even naar de zijkant. Je gaat weer op het ene been staan. En je andere been strek je naar achter. Zorg ervoor dat je je buikspier goed aanspant, dat je rug niet in een holling schiet, maar dat je hem gekanteld houdt en dat been gaat op deze manier naar achter en zo tik je afwisselend aan. En de laatste oefening die ga ik mondeling vertellen, kan hem een beetje voordoen, is dat je bij de trap gaat staan. Je gaat met één been stapje op de trapleuning, je duwt jezelf omhoog en dan ga je daarna weer terug. Als dit te zwaar is, duw je jezelf omhoog, tip je je andere been even op de trap aan en dan ga je daarna weer terug. Dus dit zijn oefeningen voor op de trap. Goed, als laatste wil ik nog de zittende oefeningen aan jullie meegeven. Dat is meer voor de soepelheid van de knieën en een klein beetje kracht van de bovenbenen. En daarvoor ga je de knieën afwisselend strekken. Zorg ervoor dat je goed rechtop zit, schouders ontspannen en je strekt je knieën om en om uit. Doe dit ook ongeveer een serie van 10. Kan als je gewoon voor de tv zit of iets dergelijks. En de andere oefening is de knie heffen. Dus dat je die knieën om en om gaat heffen. Dit waren alvast wat oefeningen voor de stabiliteit en voor de knie. Zoals ik al zei, doe de oefeningen 10 herhalingen en 3 series, elk been. En deze zittende oefeningen, die mag je ook 3 series van 10 keer doen, dus 5 keer per been. Doe de oefeningen op geleiden van de pijn. Als je vragen hebt, de praktijk is altijd voor jullie telefonisch bereikbaar, 013 528 3446. Heel veel succes!